Hetty, welkom. Wat fijn dat je er bent. Nou, ik had je net al aangekondigd als kunstenares. Nou, dat het beeld spreekt voor zich. Door mijn kunstenaarschap heb ik het in 20 jaar toch met een heleboel andere kunstenaars, wel 100 uit 40 landen, voor elkaar gekregen dat honderden kinderen een beter leven hebben. Nou, vertel eens iets over. Misschien, volgens mij hebben we daar een filmpje van, klopt dat? Ja, we hebben een filmpje. En dit schilderij heeft er een beetje mee te maken. Ja. Zullen we even naar het filmpje kijken? Kijk, wat je nu ziet is dat kinderen, die vertrouwen mij hun dromen toe. Ik zeg tegen die kinderen, doe je ogen dicht. En je penseel is niet een gewoon penseel vandaag, dat is een toverpenseel. En je moet dan heel diep nadenken over wat jij zou willen toveren met dat toverpenseel. En dan zeg ik van, doe nu je ogen open en je moet heel vlug tekenen en schilderen wat je droom is. Dan schilderen ze een huis, dan schilderen ze zichzelf als advocaat bijvoorbeeld. En dat komt dan omdat moeder in de gevangenis zit en zij willen ervoor zorgen dat moeder uit de gevangenis komt. En op dit moment ben ik in staat geweest om heel veel van die toekomstdromen te verwezenlijken. Er waren kinderen in Brazilië. Die hadden, hun droom was om Olympisch turnkampioen te worden. Oh ja. Dat is jaren terug, maar ze zijn heel hard op weg. En die hebben een tekening gemaakt, een schilderij van gemaakt. Schilderij is aangekocht en dat hangt nu in het ziekenhuis in Den Bosch, in het Jeroen Bosch ziekenhuis. En de opbrengst van het schilderij moest die kinderen helpen om die droom te verwezenlijken, om, droom om te naar verwezen. De Olympische Spelen te kunnen gaan. Wat hadden ze nodig? Er is een turnschooltje in Florianopolis, waar ik dit project heel uitgebreid heb uitgevoerd. En zij, een ex-turnkampioen, Irano Carvalho, die geeft die kinderen les. De rijke kinderen betalen flink geld en de kinderen uit de sloppenwijken die komen gratis. Ja. En zij miste turntoestellen. Oh ja. En toen kreeg ik van een turntoestellenfabriek in het zuiden van het land gewoon een enorm aantal gebruikte toestellen. Die komen terug van de Olympische Spelen. Die worden weer opgeknapt. Ja. En die worden weggegeven. Dus ik kreeg daar gewoon, er stond een hele loods. Kies maar uit, zei nou, ze. Nou, wat fantastisch. Você me vê, você me vê. Você me escuta, você me escuta. Só aqui, só aqui por você. Eu sou aqui por você, você me vê. Nog heel klein filmpje, want iedereen vraagt zich af, waar speelt zich dit allemaal af en waar zijn die schilderijen? Ja. En dat is een filmpje over van jouw studio op de Parnassusweg. Zullen we even kijken? Ja, dat is ook weer zo toevallig dat ik hier nu weer gewoon ben geland. Ja. Want ik zat hier in 2008 en nu zit ik hier. En die bus die staat er nog niet, maar dit is wel zoiets als een hele grote bus. Dat is die hele brug over de Parnassusweg. En daar hangen 80 schilderijen. Dus stel je voor dat al deze schilderijen een wand krijgen en gezien worden door iedereen. Dat zou heel erg mooi zijn.